Hallo daar, Rogier hier van de Next Trainer. En vandaag interview ik Dolly Heuveling van Beek van Bureau Dolly. En Dolly, die op dit moment trouwens in New York is, is schrijfster, blogger, coach en spreker. En ze heeft echt van haar passie haar vak gemaakt en helpt hoogopgeleide professionals te ontdekken waar ze voldoening en plezier uit halen. En hoe ze hier hun leven naar kunnen gaan inrichten. Een van haar misschien wel belangrijkste technieken om orde te houden in alle chaos als ondernemer is meditatie. En ik ga haar vragen hoe ze dit toepast en wat het haar heeft gebracht. En ja, hoe je eigenlijk tot je droomdoelen kan komen en hoe je die rust kan gaan creëren. Dus ik zou zeggen, luister mee. Hey daar, Dolly. Hey, Rogier. Hey, hey, hey. Je zit in New York, zag ik al aan al je foto's, hè? Ja, wat gaaf zit in zeg. New York City. Hey, wat gaaf joh. En wat ik zag je wel mediteren op Times Square. Ja, dat was iets ook. Zo. Ja? Ja, ja. Nee, dat is gekkenhuis hier natuurlijk, hè, New York. Ja. En ik dacht, ik ga gewoon even zitten met mijn ogen dicht, want het is zo geprikkeld en er gebeurt er zoveel. Ik heb even gezeten en niemand keek gek op. Ja, die foto zal ik eigenlijk ook wel eens even delen met iedereen die nu aan het luisteren is. Want dat is denk ik echt wel, ja, dat laat wel iets zien, hoe je dat aanpakt. En misschien Times Square is bijna ook wel, staat wel gelijk voor mensen hun bedrijf misschien wel af en toe. En misschien ook wel het leven eigenlijk, hè? Dat er zoveel gebeurt om je heen. Ja, precies. Dat is echt hier in de stad zo voelbaar. Al die drukte, alle business. En heel echt een stad van uitersten, want je hebt dan ook inderdaad af en toe even die rust nodig. Dus ja, dat is Times Square was het echt super gek huis. Hey, en waarom ik je heel graag even wilde spreken en waarom we ook dit interview nu doen, is omdat ik je laatste maanden heel erg druk heb gezien met wat ik nu zei, hè, over met het mediteren, even teruggaan naar jezelf. En ja. het overzicht weer krijgen en zo. En ik dacht, ja, ik moet je hier gewoon even over spreken. Want hoe... Ja, hoe kan ik dit? Maar hoe kan de luisteraar, hoe kan je hier nou mee omgaan? Met die drukte. En hoe kan je dat mediteren nou ook gaan gebruiken? Misschien wel in je bedrijf. Ik weet het eigenlijk niet. Maar daarom dacht ik van nou, ik bel gewoon, Dolly. Om dat eens te vragen. Hè. Dan zit je in New York. Dat is ook wel weer mooi. Want je bent ook bij een dame, heb je 2 dagen een training eigenlijk gevolgd. Ook over dit onderwerp eigenlijk. Nou, niet alleen over dit onderwerp, maar wat breder, hè? Klopt, ja. We zijn bij Gabrielle Bernstein geweest. En Gabrielle is echt een hele grote naam hier in Amerika. Het gaat over meditatie en spiritualiteit. En ze brengt dat op een heel erg down-to-earth manier. En een hippe manier, zeg maar. Ze spreekt ook echt de jongere generatie aan. En ja, dat doet ze supergoed. En we hebben haar bezig met meditaties en met spirituele... met gebeden zelfs. Nou, het was echt best wel een intense ervaring. En dat was wel heel mooi, want ik dacht echt van, oh ja, deze inspiratie die we hier op doen, die kunnen we ook in Nederland heel goed gebruiken. Omdat in Nederland er heel veel aandacht is voor spiritualiteit, maar het soms toch wel heel erg in een bepaalde hoek zit. Hmm. Weet je, een beetje de zweverige hoek. En wat ook heel erg mooi is, alleen ik heb echt het gevoel dat er een hele grote groep mensen is in Nederland, waaronder heel veel ondernemers die een missie willen leven, die hun bedrijf echt goed neer willen zetten, die succesvol willen zijn, maar die nog niet zo toegang hebben tot die wijsheid die daar nog in zit, in meditatie en spiritualiteit. Dus dat zie ik wel als mijn missie om dat meer te gaan brengen. Wauw. En maar hoe komt dat? Hoe kom je hierbij gewoon? Is het bij jou, heb je het zelf nodig gehad? Vertel een klein stukje, kan je er een klein stukje over vertellen? Hoe dat nou bij jou heeft gevormd, deze behoefte daaraan? Ja, dan moet ik je eigenlijk even mee terugnemen in de tijd. Het was denk ik, wat was het, 2007, 2006 of zo. En toen werkte ik in een PR-bureau. Okay. En ik dronk echt 10 cc's op een dag. Om daar maar bezig te blijven, energie te houden. En ondertussen dacht ik, wat een toffe baan, wat vet is dit. Kijk, mij hier zitten tussen al die toffe kleren en al die mooie spullen. En weet je wel, in mijn hoofd was het gewoon mijn droombaan. Maar in mijn lijf en in mijn ziel en in mijn hart en in mijn buik was het zo goed mijn leven. Zo'n tegenstelling. En op een gegeven moment dacht ik gewoon, ik denk dat dat misschien wel iets was wat me gegeven is hoor. Dat ik gewoon dacht van, nou, ik moet een keer iets met persoonlijke ontwikkeling, laat ik maar zo doen. Toen ben ik een
persoonlijk leiderschap traject gaan doen. En daarin ontdekte ik echt van, oh, wat een scheiding is er eigenlijk in mij. En toen zag ik het ook omheen, heel veel, tussen je hoofd en je hele wezen. Je lichaam, je wezen, alles. En toen ik dat ontdekte en ik ben daarmee bezig gaan, toen kwam ik opeens achter van, wow, weet je, maar de werkelijkheid zit helemaal niet in mijn hoofd. Dus ik kan heel erg denken over dingen van, dit is goed of dit is leuk of dit moet ik doen of wat dan ook. Maar dat is helemaal niet, dat zijn helemaal niet de, dat, daar zit je wijsheid eigenlijk helemaal niet. Nou, en meditatie is toen voor mij echt een manier geweest om mijn hoofd rustiger te maken en echt in te tunen op de antwoorden die in mezelf al lang zaten. Zo duidelijk eigenlijk, hè, achteraf gezien. Hè. En die hebben me op het pad gepakt van coaching of meditatie, om dat ook meer te gaan brengen voor andere mensen. Maar ja, echt die totale verstoorde tijd van maar doorgaan en doorgaan. En denken dat het helemaal was wat precies bij me paste. Ja, dat is wel een tijd waarin ik heel erg heb geleerd van, wauw, er zijn eigenlijk een paar simpele dingen die je kan doen om te ontdekken dat dat helemaal niet klopt. En om dan wel te komen bij de wijsheid die je nodig hebt om, ja, om je missie te leven, om je droombedrijf op te bouwen, om gewoon ook überhaupt een gezond leven te leiden. Wauw. En als je dan kijkt, als je naar bijvoorbeeld naar die situatie van jou kijkt, dat je met het bedrijf zat en je kijkt, dan kijk je eigenlijk naar heel veel, naar de uiterlijkheden of zo. Heb je dat, maar dat is toch ook meer wat we, ja, ik bedoel, wat we wel een beetje leren, toch? Ik bedoel, als je op school zit en om je heen kijkt en MTV kijkt, IMF kijkt, cake, hè? Ja. Ik bedoel, zo worden we toch eigenlijk ook wel weer een beetje, ja, hoe zeg je dat? Ja, opgevoed weet ik niet, maar dit ja, krijg dat denk ik, ja. Ja, we krijgen het wel echt mee van, succes is dingen bereiken en is geld verdienen. En dan net, ik ken bijvoorbeeld mensen die doen de dingen die ze doen omdat ze er geld mee verdienen. En dan voelen ze soms wel een beetje van, ik weet het niet. Maar ja, ja, ik ben er succesvol mee, dan laat je dat niet zo snel, laat je dat niet zo snel los. Ik denk dat het ook te maken heeft met opvoeding, met ouders, met school. Wat je allemaal meekrijgt, dat zijn allemaal informatie die komt in je hoofd. En dat lijkt dan heel logisch, weet je, dat je denkt bijvoorbeeld, als je start, dan moet je het afmaken, zoiets. Dat kun je heel erg hebben meegekregen in je opvoeding. Mm-hmm. Nou, als je dat ziet als de waarheid, dan ben je niet meer vrij, want dan word je beleefd door de gedachte, als je ergens aan begint, moet je het afmaken. Dan blijf je daarin, je komt er niet van los. Terwijl dat helemaal niet de waarheid is over wat je moet doen, dat is gewoon één van de gedachten, één van de overtuigingen die erin is gebracht. En onze maatschappij stimuleert dat heel erg, omdat ja, de cultuur is opgebouwd uit dat soort overtuigingen. Ja, hoe kom je daaruit los om boven jezelf uit te kunnen gaan stijgen en echt gelukkig te worden? Daarvoor heb je iets anders nodig. Daarvoor heb je nodig dat je gaat voelen en dat je het toelaat. En dat er misschien ook wel gevoelens opkomen waar je echt niet op zit te wachten. En toen ik op de achterkwam van dit is het niet, toen werd ik natuurlijk ook wel echt bang. Van, als dit het niet is, wat moet ik dan? Ja, en daar, ja, shit. Of als je een bedrijf hebt, ik heb nu al best wel een hele tijd een bedrijf, ik ben in 2005 begonnen. Ik heb echt vaak meegemaakt dat ik dacht, nee, dit moet ik niet doen, maar ik wist niet hoe ik het anders moet doen. Ja, dan kun je best wel paniek ervaren daarin. Van, oh, wat moet ik nou? Als je alleen maar kan vertrouwen op je hoofd, dan ben je daar ook heel arm in. En nu het mediteren en het spirituele, hoe gebruik je dat nu? Nu in New York is even wat anders, maar als jij weer terug in Nederland bent, hoe ziet een dag er dan ongeveer uit? En zit je dan de hele dag zen? Heb je een aparte ruimte in je kamer of zo? In je huis bedoel ik? Hoe doe je dat eigenlijk? Dat is wel mooi. Toen ik leerde mediteren, toen leerden we echt van, je moet je rechtop zitten, je moet een half uur je ogen dicht doen, en je moet helemaal in die meditatieve staat komen. Dus ik leerde het echt volgens een boekje. En dat heb ik de hele tijd gedaan. En ik vond het heel fijn. Maar op een gegeven moment liet ik het ook weer los. Omdat het heel moeilijk is gewoon om een half uur te doen meteen. Vanaf de start en rechtop te zitten. En ja, alles daar op de goede manier te doen. Dat ik dan ook nog. En toen heb ik het de hele tijd weer losgelaten. Maar toen miste ik het wel erg. En op een gegeven moment heb ik gewoon het hele zo hoort het losgelaten. En ben ik echt gaan ontdekken voor mezelf. Hoe werkt het beste voor mij? En dat betekent dat ik gewoon ook heel vaak liggend bijvoorbeeld mediteer. Want ik vind rechtop zitten, soms krijg ik gewoon last van mijn rug en ik heb wat spanningen. Vind ik het moeilijker om dingen meer toe te laten en echt te ontspannen. Dus heel vaak doe ik gewoon als ik begin de dag. Mm-hmm. Ik doe mijn werk en dan op een gegeven moment als ik denk van, oh, nu heb ik eventjes, nu zit ik erin. Weet je, want dat heb ik natuurlijk ook. Ik denk dat bijna iedereen dat heeft, dat je er even te ver in zit of te veel in die klant bezig bent, wat wil je nou, hoe ga ik het oplossen, weet je wel, al dat soort gevoelens en spanning die je daarbij kan hebben.
En dan denk ik, nou, nu is het tijd om even weer los te komen. Even weer ruimte te scheppen tussen mij en waar ik mee bezig ben. En vaak ga ik dan even op de bank liggen. En ik heb dan twee kleine hondjes en die springen meteen op me. Want die laden ook op aan de rust die ik dan heb. Dan liggen ze op die bank en dan heb ik een paar minuten ogen dicht. Maar dat is het eigenlijk, eigenlijk een soort mobiele telefoon. Dat, even te veel stress, de batterij is op en even weer in de oplader eigenlijk. Want ik vind het eigenlijk, dat moet over mijn eigen ervaringen denk ik dan. Maar ik denk, als ik dan, ik ben heel veel, ik ben er ook mee bezig. Dus ik doe het vaak in de, ik mediteer even in de ochtend of zo. Maar dan, dan denk ik, ja in de middag, nee. Ik heb nog nooit eigenlijk, weet je wel. Ik heb volgens, toevallig vandaag voor het eerst, want ik dacht, ik ga jou interview, moet ik wel een beetje zen zijn, Dolly. Dus dan doe ik het van tevoren, doe ik van tevoren heel even inchecken bij mezelf. Oh, maar jij zegt dus eigenlijk gewoon, en dat vind ik eigenlijk wel heel mooi wat je zegt, gewoon heel even, die situatie ken ik, die ken jij, die kent iedereen die nu aan het luisteren is, dat je, je bijt je ergens in vast en het kost je je kop bijna, want het, man, je wordt daar helemaal in meegezogen. En dan, om dan heel even te zeggen van, ik ga heel even op de bank liggen en mijn hondjes springen op en ik ga heel even inchecken hoe het met me is. Even voelen hoe het met me is. Ja, alleen dat al. En dit is wel een heel belangrijk punt wat jij ook gezegd hebt en dat je er helemaal in zit. Want wat vaak mensen doen is, kijk, we hebben niet echt geleerd dat stilstaan belangrijk is. Dus dat wordt niet echt als iets zinvols of nuttigs vaak gezien. Dus je doet het eigenlijk niet totdat het echt heel nodig voelt of heel nodig is. Bijvoorbeeld bij burn-out, maar ook als je gewoon merkt, oh, ik heb last van angsten of oh, ik heb zoveel spanning, ik kan niet goed mijn klant meer helpen of hè, dat soort momenten. Alleen, dat vind ik wel belangrijk om te zeggen. Als je het doet op het moment dat je er al helemaal in zit en je bent jezelf eigenlijk al bijna helemaal kwijt, dan is het zo moeilijk om dit te doen. Mm-hmm. Want je zit er dan helemaal in en dan voel je, weet je, als je echt bijvoorbeeld al heel erg die hoofdpijn hebt, dan is mediteren weer moeilijk, want dan zak je als het ware in. Ja. Dus wat ik aan zou raden aan de luisteraars nu ook, is probeer al steeds eerder te voelen wanneer het bij jezelf vandaan gaat. Wanneer de spanning te hoog wordt. En wanneer ik dus even op de bank kan liggen, is niet als ik al kloppende hoofdpijn heb, of helemaal, weet je, maar soms als ik gewoon een klein spanningje bij mijn schouder voel. En dan is het zo makkelijk om te mediteren, als je het dan doet, en maar een paar minuutjes, omdat je dan je bent er nog een beetje, weet je wel? Je bent niet al helemaal erin, Ja, want dan is het dus super lastig eigenlijk. Dan kan je beter misschien nog een stuk gaan lopen eerst. Of zoals ik was dan gaan doen, even een stukje hardlopen eerst. En dan zit het er nog steeds wel een beetje. En dan misschien nog even inchecken bij jezelf. Ja, even navoelen naar het sport is ook heel mooi inderdaad. Als je dus bijvoorbeeld gewend hebt om daarna heel erg te zitten even in je lichaam te voelen. Ja. Alleen inderdaad, als je helemaal bang bent of helemaal gestrest bent, dan doe je het omdat je vindt, omdat je dan heel snel natuurlijk je beeld beter wil voelen. En dat is voor meditatie niet de ideale startpositie. Je kunt inderdaad veel beter even wandelen, lopen, even met een vriend ontladen, even, dat is zo moeilijk en vervelend, even ontladen. Mm-hmm. Even huilen, sommige mensen moeten gewoon even huilen dan. Of even slapen. En daarna even voelen hoe het met je is. Ja. Voelen hoe het met je is. Voelen hoe het met je is. Hey, en... Hoe, heb jij, hoe voel jij inderdaad, nou ja, door dit bijvoorbeeld te doen, maar hoe voel jij constant bij je bedrijf? Je bent nu, zei je, sinds 2005 aan het ondernemen. Ja. En je hebt ook moeilijke beslissingen moeten maken in je onderneming. Ja, ik denk ook dat misschien elk ondernemer dat wel eens meemaakt, maar... Dat gebeurt. Zijn het ook, als jij bijvoorbeeld een beslissing moet maken... ik weet niet of je erover wil hebben, je gaf dat een keer aan, hè, dat je nu weer een nieuwe weg ingeslagen bent, een paar maanden terug. Hoe neem je dat soort moeilijke beslissingen? Is dat ook iets waar je hulp bij zoekt, zeg maar, van de bank? Of, ik ben blij met deze vraag. Ja, ik ben echt blij met deze vraag. Nou, ja, kijk, als je beslissingen moet nemen, hè, dan wat de meeste mensen doen, is heel erg na gaan denken. En als ik dit doe, dan dit. En als ik dat doe, dan dat. En dit zijn de voordelen, en dit zijn de nadelen. Nou, zijn de voordelen dan meer? En wat ook een heel bekend is van, ga ik hier naartoe? Ga ik dit doen? Hè? Dat soort vragen. En wat ik altijd deed, was dat ook heel erg na gaan denken. Of met iemand anders erover gaan hebben. Maar weet je, heel erg, het kost me zoveel moeite en energie en ik kwam er niet uit. En ik kwam telkens weer terug in mijn eigen patronen. Want ja, die patronen zijn zo uitgeslepen. Maar nu ik dus meer mediteer en... dagelijks mediteer en het echt een onderdeel gemaakt van mijn leven, merk ik steeds en steeds meer dat beslissingen helemaal niet, dat ik die helemaal niet hoef te maken.
dat die gewoon ergens al voor me worden gemaakt en dan in een flitsje zo, dan weet ik het. Ik noem dat vaak dat je werkt aan je eigen helderheid. Dus je hoofd zit vol met gedachten en twijfels en piekeren en overtuigingen en alles. En als dat een beetje kan zakken, want in meditatie laat je dat, je doet het niet weg, je stopt het niet, maar je laat het een beetje rustiger worden, je observeert het, het drijft weg, het wordt rustiger, kom je helderheid. En dan weet je het gewoon. Heel vaak komt het gewoon tussen en dan weet je, ik moet het niet doen, of ik moet ermee stoppen. Zo kan het echt werken. En ik weet dat mensen soms wel die ervaring hebben. Ook bijvoorbeeld in coachgesprekken wat ik soms heb, is het iemand die komt met een heel verhaal, ik weet niet wat ik moet doen, en dan laat ik iemand even, laat maar gewoon even praten, laat me komen, goed bij jezelf blijven ondertussen, voor je eigen energie, maar laat me komen. En dan is het verhaal eruit, dan zit iemand zo, wat was het dan? En dan moet je eens proberen, dat kun je ze vragen aan een coachkant als je coach bent of therapeut bent, maar je kan het ook aan jezelf vragen. Is er ergens heel diep van binnen al een stemmetje wat fluistert wat je moet doen? Weet je het stiekem diep van binnen al? Ja, en wat dan in zo'n coach, als je bijna altijd hoort dat iemand als een SS gaat van... Ja, ik moet natuurlijk echt niet doen. Ik moet gewoon niet doen. En dan is al die, hè, dan is het eruit en staat en dan komt die wijsheid van binnen, die kan er dan zijn. Maar dan moet eerst even alles neergedwarreld zijn. Dat kun je in een gesprek doen en dat kun je ook in meditatie doen. Inspirerend. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Het helpt denk ik heel veel ondernemers vooral ook. Want dat is ook een groep waar jij echt op richt. Hè? Want je bent zelf ondernemster. Ja. En ik denk ook juist dat zij hier heel erg, ja, bijvoorbeeld met keuzes maken dus, met in het werk zitten. Dat zij er heel erg veel baat bij hebben. Ja, ik zie ondernemers sowieso echt als hele erg... als mensen die hun missie willen leven. Mensen die hun vrijheid willen benutten. Mensen die hun leven willen vormgeven naar waar ze voor staan en waar ze in geloven. Dat zijn ondernemers. Alleen, dat weten we denk ik allemaal als ondernemers. Om dat te doen, heb je fucking veel lef nodig. Want je komt met je eigen kindje de wereld in. En heel veel mensen begrijpen het helemaal niet. En je gaat op je bek en je krijgt kritiek. En hoe succesvol je wordt, hoe meer kritiek je krijgt. Dus het is echt heel, het vraagt heel veel van je. En je moet zoveel verschillende dingen leren. Je moet leren marketing te doen, je moet leren een website te maken, je moet je merk bepalen, je moet bij jezelf weten te blijven, je moet je klanten begrijpen, je moet je vak moet je in blijven ontwikkelen. Dus er wordt zoveel van je gevraagd. En als je dan, en ik weet dat heel veel ondernemers dat heel goed kunnen, heel hard gaat werken, dan gaat het een hele tijd heel erg goed. Alleen, dan kom je op een punt dat je denkt, het gaat allemaal goed en ik verdien op zich wel geld. Is dit het dan? Ik voel het gewoon niet meer, weet je wel. Het is werken. En waar leidt het toe? Ik dacht eerst van als ik 100 mensen op een lijst heb, dan ben ik echt blij. En toen als er 500 staan. En toen als ik zoveel mensen help. Maar dat is het niet, weet je. Het gaat er echt steeds weer om. Dat ik dingen echt kan voelen. Dat ik dingen toe kan laten. En dat ik weet waarom ik de dingen doe die ik doe. En die zitten niet in je hoofd. Dat kun je alleen maar... op intunen, zodat we het kunnen gebruiken, door af en toe echt stil te staan en te voelen hoe voel ik me. En de emoties te verwerken die je te werken hebt als ondernemer. Want wedden dat er veel emoties vastzitten als je een tijd heel hard gewerkt hebt. Want die hebben aandacht nodig en ik ben net zo lang schreeuwen tot je er naar luistert. Daarom doe ik mijn werk. Daarom doe jij je werk. Daarom doe je dat ook voor die ondernemer. Hey. Want als die ondernemer dat kan... Als hij daar doorheen kan, als hij kan zeggen, ik voel me nu echt heel boos en hij kan dat verwerken. Of ik voel me nu echt heel wanhopig en hij kan daarmee dealen en hij kan er doorheen en hij leert het. Dan kan hij zo dienstbaar zijn aan zijn klanten. En de ondernemers, ja, als die op die manier hun missie kunnen leven, dan kunnen we echt de wereld veranderen. Dat moet echt ook in het interview. Dan kunnen we de wereld veranderen. We moeten ze allen doen. We moeten ze allen het allerbeste geven wat we in ons hebben. We moeten onze eigen draak in de ogen kijken, onze angsten overwinnen. We moeten het allemaal doen. We moeten elkaar helpen. We moeten ook echt elkaar helpen. Dan gaan we ook samen de wereld veranderen. Wauw. Nou, precies. Deze kracht hebben ze mensen. Heb ik nodig. En ik weet zeker dat veel van onze luisteraars het ook nodig hebben, Dolly. Dus
Al ontzettend bedankt voor deze mooie wijze woorden. Hey, en jij liet ook doorschemeren van, ik was ook ben bezig met, ook met een online programma. En ik vind het dan heel interessant, want ik denk ook voor heel veel trainers die wij begeleiden met een website en dergelijke. Te denken, oh, online training, ja, ik heb dat eigenlijk nog nooit gedaan. Ik doe alleen maar coaching, gewoon 1-op-1. En ik geef trainingen en ik begeleid mensen jarenlang misschien wel. En jij hebt gekozen om dit op een online variant meer te doen, hè? Dus dan nieuwsgierig naar waarom je die keuze hebt gemaakt. Als je mensen begeleidt, ik coach echt mensen, dus 1-op-1 inderdaad. Maar dat is heel beperkt hoeveel tijd je hebt en hoeveel energie je hebt, zou ik ook eerlijk over zijn. Ik kom er steeds meer achter, als je met mensen werkt, moet je heel goed voor jezelf zorgen. En je kan niet de hele dag, sommige mensen kunnen het, ik zelf van eerlijk, ik kan het niet. Je kan niet de hele dag allemaal coachgesprekken inplannen, dan raak je te veel energie kwijt, dat lukt niet. Maar ja, ik heb tegelijkertijd heb ik een boodschap en ik wil dat heel veel mensen die boodschap meekrijgen. En ik wil heel erg veel mensen helpen. En ik wil goed voor mezelf zorgen. Ik wil natuurlijk dat ik mijn bedrijf kan blijven doorlopen, dat ik geld verdien, dat ik erin kan investeren. Dus die combinatie heeft ervoor gezorgd dat ik dacht, ja, online is zoveel mogelijk. Er is zoveel mogelijk om online ook open te brengen. Dat zie ik, bijvoorbeeld ben ik Gabriel Bernstein geweest, die doet heel veel online en die bereikt heel veel mensen. Die verandert mensen hun leven via internet. En ik dacht, ja, dat wil ik ook. Dus toen ben ik gaan leren hoe je dat doet. Dat is wel mooi wat je zegt, want je zegt, ja, je wil gewoon mensen hun leven veranderen en hoe dat dan uiteindelijk gaat. Ik bedoel, als trainers hebben we het ook wel een beetje aangeleerd om dat moet op locatie. En dan merk je, jij geeft eigenlijk aan van ja, als ik in mijn energie wil blijven, wat eigenlijk uiteindelijk het beste voor mijn klant is, dan is ook online een hele goede optie. Of is juist online een hele mooie optie. Ja, en ook voor die klanten zelf. Want niet iedereen is eraan toe om in een groepje bijvoorbeeld te mediteren. Elke week ergens naartoe te gaan en dan daar een uur op een ongemakkelijk bankje te gaan zitten. Terwijl als je gewoon, mijn programma begint heel erg met een lage opbouw, dus dat je bijvoorbeeld 3 minuten per dag even naar binnen gaat. Ja, en daarbij begeleid wordt door mijn stem. Ja, dat kan zo makkelijk thuis, daar hoef je niet per se veel bij elkaar te zitten. Dus, ik zal de URL even van het programma daar even, zal ik ook onder de opname plaatsen. magischestillemomenten.nl. Ja. Dat begint 6 oktober. En hoe lang is het programma? Het is een 7 weken programma. Dus echt met een hele rustige start en dan steeds wat verder opbouwen. Dus het gaat er echt om dat je 7 weken aandacht besteedt aan jezelf en aan de stilte, maar wel heel rustig. En echt, mijn idee is van, omdat je zo klein begint, het is heel makkelijk, dat je echt het effect er wel gaat voelen en dat je het wil, dat je naar gaat verlangen. En want mediteren moet echt geen to-do op je to-do-lijstje worden. En dat is voor veel mensen nog wel. Gaaf zeg. Hey, en Dolly, als mensen heel even willen proeven als ondernemer zijnde of als trainer, coach, adviseur zijnde met misschien wel een beetje, klein beetje chaos in hun hoofd. Heel normaal dat je wat chaos in je hoofd ervaart, zoals Dolly zegt en zoals ik ook heel erg kan beamen. Het is echt super zwaar om een bedrijf op te zetten en te draaien en met alles wat erbij komt kijken. Kunnen ze dan al gewoon even een beetje met je proeven hoe dat dan werkt. Bij jou op je site bijvoorbeeld, denk ik. Ja, klopt. Ik heb op mijn website bureaudolly.nl kun je een videoreeks aanvragen. Want ik heb, dat is ook een mooi voorbeeld, hè, van hoe je je kennis gewoon kan verspreiden door video of door audio, zoals wij dat nu doen. Maar dan heb ik een videoreeks, 3 video's, waarin ik mijn 3 meditatiegeheimen deel. Dus al voor mensen die denken, ja, ik wil het wel, of ik heb het wel eens gedaan, maar ik doe het niet meer, of niet vaak genoeg meer. Vertel ik wel uitgebreid over hoe je ervoor kan zorgen door een aantal dingen toe te passen dat je het wel op kan houden. En dan kun je gewoon dan meteen mee mensen. Gaaf. Nou, ik zal ook het linkje hieronder zetten. En dan wil ik jou eigenlijk heel erg bedanken, Dolly, voor de tijd die je even vrij hebt gemaakt voor de Next Trainer. En jij mij al heel erg geïnspireerd hebt, moet ik zeggen. Met deze woorden en inzichten eigenlijk toch ook wel weer die ik... Ik ga denk ik snel even op de bank liggen hierna. En, ik heb alleen geen hondjes. Weet je, die hondjes zijn natuurlijk met voor ze zijn er ook wel echt. Maar als jij mediteert, dan heeft je omgeving daar heel veel profijt van. Want die rust die juist in jezelf vindt, die voelen mensen bij je. Dus daarom noemde ik die hondjes. Die worden aangetrokken, weet je wel. Die trek ik aan door mijn rust. En ik denk als ondernemer wil je ook de juiste mensen aantrekken. En dat jullie hebben dan de klantenmagneet, die aantrekkende werking wil je op mensen hebben.
En dat begint bij jezelf. Door bij, als jij gelukkig en rustig bent, dan kun je dat aantrekken. Dus ja, moest je doen, Rogier. Ga ik doen. Dankjewel, Dolly. En nog een hele fijne tijd in New York nog even. Want heel even, je gaat morgen, overmorgen volgens mij weer naar huis. Ja, maar, morgenavond onze tijd gaan we naar huis. Ja, nog lekker even genieten daar. Echt zo'n ontzettend gave stad. Ik heb jaren geleden geweest een keer met mijn moeder. En ja, flabbergasted, het is zo mooi. Het is echt geweldig. Hey, heel veel succes daar nog. En ik spreek je misschien wel weer binnenkort als je weer in Nederland bent. En ik ben misschien na je 7 maanden of 7 weken programma. Dat ik eens even vraag hoe het allemaal gelopen is. Ja, dat zou heel erg leuk zijn. Heel bedankt voor je tijd en je vragen. Graag gedaan. Oké, Dolly. Okay. Doei.